Het is de jaarlijkse jaarmarkt van de Vrije School Peerland. En op de Vrije School Peerland hebben wij de activiteiten vandaag voor kinderen. Ze kunnen van alles maken. We hebben een restaurant die geleid wordt door groep 8 leerlingen. Ouders en mensen uit de buurt kunnen hier hun spullen verkopen. Bijna allemaal natuurlijke producten. Dus daarom is het zo druk hier vandaag. En het is ook een reunie eigenlijk, omdat er allerlei oud-leerlingen, oud-collega's komen ook vandaag weer terug. Er zijn mensen die zitten al voor het 40ste jaar hier. Die zien elkaar één keer per jaar op de jaarmarkt. Dus dat is wat je gezien hebt. Nou zeg je één keer per jaar. De gerechten zijn fairtrade, zover ik begrijp. Ja. Zijn dat door de leerlingen zelf gemaakt of... Het zijn door ouders en leerlingen inderdaad zelf gemaakt. En die brengen dat 's ochtends naar school en dan verkopen wij ze. En de opbrengst gaan we straks voor een goed doel besteden we aan een goed doel. En het goed doel voor dit jaar is? We hebben het vrije schoolliederen, dat is een aandachtspunt. We hebben het schoolplein zelf moeten opgeknapt worden. En wij gaan nog een internationaal. We gaan volgens mij iets met de Filipijnen gaan wij doen. Dus er zijn drie aspecten die we hiervoor gebruiken. En nou zag ik dat er van alles te doen was, binnen en buiten. Wat voor activiteiten kan men beleven hier? Er is een theetuin, dus daar kun je met gezellig thee drinken. Je kan hier kettingen maken, je kan hier armbanden kun je gaan maken. Nou, zoals hier achter op het plein kun je zien, de leerlingen kunnen activiteiten doen. Dus die zijn georganiseerd door JIP. Die komt hier de leerlingen... Eigenlijk een beetje uitdagen met activiteiten. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste activiteiten op dit moment, ja. En nou zeg je dat het jaarlijks is. Is het altijd jaarlijks op dezelfde tijdstip van het jaar? Of? Ja, het is het eind van het jaar inderdaad altijd. Dus wat we nu zijn, die periode is het altijd. Dus als mensen denken, oh, wanneer is de jaarmarkt weer? Dan kunnen ze altijd rond begin november kunnen ze die terugvinden. En voor de informatie, valt daar een webpagina aan te bezoeken of... Ja, op de vrijeschoolpeeland.nl, daar kan deze informatie op gevonden worden. Ja, en het staat ook hier om de borden bij de school, maar goed, dat is alleen als je langskomt. Maar in principe staat het ook op onze website aangegeven. Ja.